Tijd kan indikken. Jaren van ons leven kunnen recht voor onze neus verdampen tot een duur van 3 woorden. 10 jaar later. Gaan jullie mee naar de geheime deur? Ah, welkom. Welkom op deze tot nu toe verboden plek voor het publiek van het Teylers Museum. Gaat u zitten. Heeft u veel met licht? Maakt het licht een belangrijk onderdeel uit van ons leven? Waarom weten zoveel van ons er dan toch eigenlijk zo weinig vanaf? Wat gebeurt er als je een stok in een bak met water steekt? Het is in onze proeftijd uiterst onverstandig, maar we doen het lekker wel. We nemen u graag 100 jaar mee terug in de tijd. Gaat u mee naar de werkkamer van Hendrik Lorentz? Ja, maar wel op 1 voorwaarde. Ik kijk speciaal naar jou. Nergens aankomen. Ja, oké, ja. Zo zeg, dat is gaaf. En toen Lorentz naar Haarlem was verhuisd, heeft hij dus aan Einstein gevraagd of Einstein zijn leerstoel in Leiden wilde overnemen. Maar Einstein durft niet. Ich wage es noch nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Duits. Er is nog één belangrijke factor in de Lorentz-formule. En daarvoor moeten we een stukje verder terug de tijd in, naar het jaar 1784. 80, 80. Oeh, niet schrikken, niet schrikken. Ik vond het zelf natuurlijk nog nooit heel interessant, maar door deze tour vind ik het echt een stuk interessanter. Heel leuk om op een creatieve en theatrale manier kennis te maken met de wetenschap nu. Het maakte het buitengewoon onderhoudend en interessant.